Leuk dat jullie kijken naar deze video. Vandaag ben ik bij Bianca Schoenmakers. En wie ben jij? Ik ben Springamazone en ik doe ook iets op Instagram. Ik zal haar Instagram account hier beneden even linken. Ze doet namelijk ook iets op Instagram. Een springruiter, wat moet ik me daarbij voorstellen? Want het klinkt wel heel spannend, maar wat doe je precies? Nou ja, ik werk 5 dagen in de week op een stal. Stal Evers in dit geval, in Waddinxveen. En daar rijd ik, heb ik ongeveer 15 paarden onder mijn hoede. En die moet ik dagelijks trainen en die ga ik mee op wedstrijd. Mag we meekijken? Tuurlijk. Oh, leuk, hè? Gezellig. Dit is Ivinia, dat is een 5-jarige merrie van Isar. Die heb ik net gereden. We hebben een beetje dressuurmatig gereden, een paar sprongetjes gemaakt. Ze is nog redelijk groen, dus ik doe mijn haar toch een paar keer in de week zo een klein parcoursje springen, niet meer dan 10, 15 sprongen. In mijn optiek leert ze daar het snelste en meeste van, dan sneller in ieder geval dan 1 keer in de week of 1 keer in de 2 weken 100 sprongen maken. Dit is iStar. iStar is een 6-jarige ruin van Bigstar. iStar gaat morgen mee op een koer. Dus we hebben vandaag alleen een beetje dressuurmatig gereden. Een beetje aan de gehoorzaamheid gewerkt. En ja, hopen dat hij klaar is om te vlammen morgen. Wat gaat springen? Hij loopt zelf. Dit is Ike, een 6-jarige ruin van Bigstar. Die gaat morgen ook mee op concours, mag geen set lopen. Vandaag heb ik met hem juist een beetje op de rembaan gereden, omdat het met hem lekker is om wat, op een ontspannen manier wat te schakelen. Daar heeft hij nog moeite mee, vooral het terugkomen. Dus dat doen we dan veel. En in zijn galop kun je mooi wat vergroten op de baan. En daarna nog een paar sprongetjes maken, juist wel een dag voor de wedstrijd, omdat hij dan... Ja, anders kan hij morgen wel eens te enthousiast zijn als we beginnen met springen.
Bianca, ik wil wel heel graag weten waarom jullie geen kruisjes springen. Ja, in principe als een paard gewoon goed in het midden blijft, hoef je geen kruisje te springen. Een stijlsprong is ook vaak gewoon makkelijker om te springen. Een kruisje, dat lijkt allemaal heel laag en vriendelijk, maar in principe mijn paard ziet vooral die zijkanten. Dus die wil toch de hoogte van die zijkanten springen. En de stijl is gewoon net iets eenvoudiger eigenlijk. En dan erbij, we hebben hier natuurlijk het hindernismateriaal met bordjes en plankjes. En dan is een kruisje ook gewoon niet praktisch. Is een kruisje eigenlijk gewoon nutteloos? Nee, niet nutteloos. Oké, wat leer je ervan dan? Nou, in ieder geval een paard in het midden te houden. Als je een paard hebt, zeker een wat jonger paard nog, wat de kanten opzoekt. Maar dan moet je echt met een laag kruisje beginnen. Ze zoeken natuurlijk wel het midden op. Maar ja, want vaak wat je ooit bijvoorbeeld ziet, is dat mensen gaan ze kruisje springen en dan gaat die zijkant hoger, hoger, hoger. En dan hebben ze het kruisje gesprongen en dan ligt die in het midden toch wel op een meter. Dan gaan ze stijltje springen, 80 centimeter. Dat is nutteloos. Ah, dus het is vooral voor de ruiter om te leren recht te sturen. Ja, en ook voor het paard om in het midden te focussen. Oké, dus dat kunnen ze er wel mee, maar Het heeft voor het inspringen eigenlijk niet zo heel veel nut. Voor een ervaren paard in principe niet, nee. Alleen voor de jonkies? Ja, voor de jonkies, maar ook juist voor een jonkie die echt groen is. Ja. Dus eentje die je gaat leren springen. Ja. Begin ik juist liever met een stijltje, omdat het iets minder heftiger uitziet optisch voor een paard met een kruisje. Oké. Nou, dit is Hugentau. Dat is een 7-jarige ruin van nummer 1. Hugentau gaat dit weekend niet mee op concours, dus daarom heb ik hem vandaag thuis een beetje kunnen springen. Gewoon wat concourstraining gedaan op het niveau dat hij loopt op concours. Dat is Z-niveau, dus 1,30. En klaar voor het weekend dus. Gewoon klaar voor een rustig weekendje deze. Wij willen gewoon om te beginnen. Dus we beginnen met rijden, wat lossigheid in het lijf. Dus een beetje linksom, een beetje rechtsom. Waarbij dat paard eigenlijk vooral goed om dat binnenbeen heen wil buigen. Dat hij nou even iets minder doet, want hij ziet hier links iets. Kijk, daar. En we willen gewoon aan de voorkant graag juist wat lengte, dus voor de schort wat lengte hebben. Ontspanning, ze moeten zichzelf dragen, maar we verwachten geen oprichting. Simpelweg omdat we het niet nodig hebben. Daarbij op de sprong willen we ze de hals verlengen, het hoofd naar beneden en de schort omhoog hebben. Dus ja, dat is toch een beetje een houding waar je ook een beetje in traint. Als ze af en toe eens een keer op de voorhand vallen, vinden wij helemaal niet erg. Want dan kunnen we weer oefenen om ze makkelijk op het achterbeen te krijgen. Want dat is eigenlijk, in feite gebeurt dat in het parcours 12 tot 14 keer. Je hebt ze 12 tot 14 sprongen, staan ze in de landing met het hele gewicht van het paard en de ruiter op het voorbeen. Dus meer op de voorhand kun je ze niet hebben. Daarna willen we ze het liefst binnen 1-2 gelossprongen weer redelijk terug op het achterbeen hebben om klaar te hebben voor de volgende sprong. Dus dat is eigenlijk een beetje trainen, wat tempowisselingen, overgangen. Een keer wat verlengen aan de voorkant, een keer wat verkorten. Ja, en een beetje spelen met die balans. Dit is Mr. President, een 6-jarige Mr. Blue. Die gaat morgen ook mee op concours, loopt die zet. Vandaag heb ik er dus alleen aan gewerkt, een beetje aan het soepel zijn, linksom, rechtsom, een beetje tempowisselingen maken. Dat is bij hem eigenlijk altijd belangrijk. Hem spring ik meestal niet een dag voor de wedstrijd, gewoon om hem lekker fris te houden op de wedstrijd zelf. Kijk, als cameravrouw heb je soms ook andere functies. Namelijk het vasthouden van een hond die net wakker is. Joehoe, kijk even in de camera. Ja, andere kant, kijk. Ja. Zo. Ja. Oh, kusje zegt ze. Kusje! Nee. Nee, zegt hij. Ik ben net wakker. Doe maar gewoon rustig.
ik ben nou net klaar met Domant. Domant is een 11-jarige ruin van Linton. Domant hebben we vandaag een beetje rustig aangedaan. Die heeft op het moment een klein beetje vakantie, een beetje off-time. Dat is ook ooit nodig met die sportpaarden. Gewoon om ze even een paar weken lekker wat rustig aan te laten doen. Dit, we zijn al klaar met Holly Hunter. Holly Hunter is een 7-jarige merrie van Mermeser. En Holly Hunter is eigenlijk inmiddels verkocht. Die blijft nog een paar weken hier, totdat hij naar een nieuwe eigenaar mag. Dus we houden hem lekker een beetje aan de gang. En daarom heb ik hem even parcours rondgesprongen om, om hem mee gewoon in vorm te houden. Dat daar ik de nieuwe eigenares direct mee op concours kan als ze dat wil. Nou, nu hebben jullie gezien wat ze dus de hele dag doet. Hoe vind je dat nou, de hele dag zo, elke dag met paarden? Ja, ik vind het te gek natuurlijk, want dat is al zolang als ik weet mijn vak. Ik ben nu 37 en ik ben met mijn 19 begonnen als professioneel ruiter. Daarvoor was het hobbymatig, maar ook semi-professioneel. Want toen was ik een scholier natuurlijk. ik hou van dit vak. Dit is wat ik graag doe, wat ik goed kan. Heb je een eigen paard? Nee. Nee. Heb je nog vragen voor Bianca? Zet het dan hieronder in de comments, want misschien mogen we wel een keertje terugkomen. Ja, dat zou ik hartstikke leuk vinden. Ja? En misschien kun je ons ook wat meer uitleggen over wat dat nou allemaal inhoudt, zo'n springruiter. Ja, nee, dat is een hartstikke goed idee. Ja? Je bent welkom. Dank u. En sowieso gaat Bianca mij leren een jumpfiets te maken. Dus dat gaan we in ieder geval ook nog een keertje zien en dan bij ons. Maar ik vind het ook wel leuk om nog meer over de springsport te leren. Ja. Dus wie weet jullie ook. Mochten jullie vragen over springen hebben, zit ze dan ook hieronder. Want dan kunnen we kijken of we een video over kunnen maken. Ja, ja? Helemaal goed. Leuk. Okay. Bedankt dat we hier mochten zijn. En ik zie jullie graag de volgende keer. Tot de volgende keer. Jullie bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei.